Dit is Belmer en Zo en het is vandaag de dag van de 1000 culturen. Nieuw cultureel seizoen, we gaan even kijken wat er allemaal te doen is. En we gaan ook kijken wat de mensen ervan vinden. Kom maar mee. Goedemiddag, welkom iedereen. Als er één stadsdeel is waar kunst en cultuur ons zo sterk beweegt, dan is dat Zuidoost wel. En als er één stadsdeel is waar we nog goed contact hebben met de weergoden, dan is dat Zuidoost wel. We hebben echt een geweldige dag hier, er is zoveel te doen. En ja, we beleven gewoon een leuke dag vandaag. Ja, je leert hier verschillende dingen over het cultuur, er is echt heel veel te beleven. Dus ik heb het hier wel leuk. Er zijn echt heel veel verschillende mensen hier en dans is hier heel belangrijk. Veel leuke dansscholen en ja, we hebben het allemaal leuk hier, daarom zijn we hier. Dit is Belmer en Zo en ik sta hier met... Derel Veldman van productiebureau Zuidoost, de organisatoren van dit festival. Het is alweer de 7e editie van het 1001 Culturen Festival. Hoe ging de organisatie? Nou, het verliep heel soepel. We zijn met een heel geweldig team met... heel veel jongeren die heel veel potentie hebben. En we hebben het gewoon met z'n allen gedaan. We werden heel goed begeleid door Soulcultuur. Het is best wel een gezellig sfeertje hier en zo, maar hebben jullie ook te maken gehad met de bezuinigingen? Ja, dat zeker. Er werd ook heel erg gekort op de subsidies, maar we hebben het toch gedaan. Kijk, zoals je ziet om je heen, het maakt niet uit, het is wel vervelend, maar we moeten doen wat we moeten doen en mensen hebben naar een zin. You sexy, sexy baby. You sweet in Drangasani. We want to be. Are you sexy, baby? Are you Drangasani? Goedendag, ik ben Filinta Karabulut. Ik ben Bas Niamert. Wij zijn jongeren van de SP Rood. We zijn echt voor de jeugd. Je kan op de website kijken, roodamsterdam.sp.nl. Dan kun je zien welke acties we doen. Onze eerste actie is tegen preventief fouilleren. Dus we komen naar deze gezellige dag waar mensen staan te genieten. En culturen alom. En zo probeer de jongeren aan te spreken. En we hopen graag nieuwe Belmer activist en soort van revolutionaire aan te sporen. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Shouldn't know you were trouble from the first kiss. Had your eyes right open, why were they open? Ik vind deze dag heel erg leuk, want... ja, er zijn heel veel. Je kan zien dat Amsterdam Zuidoost heel erg multicultureel is. En ja, dat het gewoon allemaal cultuur bij elkaar heel gezellig met elkaar kunnen zijn. En ik vind het gewoon leuk om in de Belmer te wonen. En dat was het. Wel minder te doen in Zuidoost door de bezuinigingen? Nou, ik zou niet zeggen minder, maar mensen voelen zich belemmerd omdat ze denken dat ze heel veel geld nodig hebben om dingen te doen. Maar je hebt niet altijd heel veel geld nodig. Geld is wel een middel om dingen te bereiken, maar met minder zou het even goed kunnen. En wat mag van jou absoluut niet op bezuinigd worden? Cultuur, kunst en cultuur, sport, onderwijs. Eén specifiek ding? Nou, dit soort dingen. Dit is toch geweldig?
Kijk, mensen moeten onder elkaar komen en dit mag echt niet meer wegverdwijnen. Nou, een heerlijke zaterdag hier op de Anton de Komplein. Heel wat familie, mensen hier. Check Belmer en zo. Je weet het. Binnen 5 werkdagen kan je een van deze mooie creaties in huis hebben. En als die dames zo meteen weglopen, denk je, hoe schrijf je dat? Het staat er ook voor je geschreven. Arian Fashion, nog eenmaal een heel hard applaus voor de wintercollectie van Tamana Azizi. Shout-out naar onze familie en vrienden en schoonzussen en iedereen hier in Zuidoost. Like a naked gun, switch clips with my thumb. Then I pop another clip in and aim at his vision. Even een bezoekje in Zuidoost. Lekker eten bij Kanyin. En nu ga ik weer vandoor. Dus peace, groetjes aan meneer M. Wil je als gril doen om cultuur dan? Nog... Ah, ik wil cultuur. Nee, ik hoop dat gewoon mensen die hiermee bezig zijn gewoon door blijven gaan. En zich niet laten demotiveren door alle bezuinigingen. Want we moeten het van elkaar hebben. Bel me eens op .nl als je het echt wil weten. Ja toch. Shout out naar Belmer en zo. Hey, fucker! Hey, ja, shout out naar Belmer en zo. Kijk, de groep wordt groter. Het is gezellig hier. Incredible Kids. Incredible Kids. Ik zit er nu in, maar je weet toch? Hey, support the movement. Hey.